En ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan. En misschien zijn er zelfs D66-officieren die het een proces aandoen. Maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En we hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Dan gaan we dat regelen. Wat vindt u daarvan? En Geert Wilders zei, dat gaan we regelen. Dat vond ik nog het ergste. Kijk, dat zo'n zaal... Is het weer een stuk rood vlees? Of ja, vindt u er nu echt wat van? Ik denk eigenlijk vooral, ik geef morgenochtend weer les op een school in Den Haag... waar heel veel allochtone kinderen op zitten die niks anders willen... dan een positieve bijdrage aan het land leveren. Die hebben dit ook gezien. En dat vind ik vreselijk. Dus ik heb daar een hele vieze smaak van in mijn mond. Ja, een vieze smaak van in uw mond. U zegt ook het ergste is nog dat hij zegt dat hij het gaat regelen. Kunt u bijvoorbeeld garanderen dat hij dat niet gaat regelen in Nederland? Bijvoorbeeld door niet meer met hem samen te werken? Wij sluiten nooit een partij uit.